De traditionele dodenherdenking op de plantage in Schiedam op vrijdag 4 mei zal dit jaar voor het eerst live worden uitgezonden op zowel Pop-Up TV als de Stadsomroep Schiedam. De uitzending begint om 7 uur met afwisselend van tevoren opgenomen en live interviews met organisatie, jongeren en ouderen over het belang van de herdenking. De herdenking zal dit jaar ook op social media te volgen zijn. De Stichting tot Viering en Herdenking Nationale Feest- en Gedenkdagen, de VNFG, organiseert de herdenking van de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het officiële gedeelte van de herdenking begint om 7:15, waarbij de burgemeester van Schiedam, heer Cor Lamers, namens de gemeente de krans zal leggen. Aansluitend aan de 2 minuten stilte en het Wilhelmus zullen er kransen en bloemstukken gelegd worden namens de diverse verenigingen en organisaties. De herdenking wordt muzikaal ondersteund door de Schiedamse Harmonie Harper Davids en het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus.